welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube, mensen. Pardon. Eigenlijk, je hebt wat van die bieren. Dan ook denken, huh? What? Wat ik eigenlijk wil zeggen, je hebt wat van die bieren die voorbij komen, waarvan je echt denkt, die moet ik echt hebben. Dat hebben heel veel mensen met heel veel bieren. Ik heb zelf zoiets van, vooral met dit bier, je zag het al in de intro, dus je weet wat ik ga zeggen. Met dit bier heb ik dat dus. Dat ik echt denk, wauw, er is een nieuwe barcode van de moersleutel. Wauw. Ja, die moet ik hebben. Die moet ik gewoon hebben. Ik, als echte kaaskop, Alkmaarder dus, in hart en nieren. En ze maken gewoon fantastische bieren. Oh, dat ruimt ook nog. Altijd leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze nieuwe barcode. Het is de 871. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Het is deze barcode. Barcode Red. Donkerrood, hoe je het ook noemt. Ziet er echt allereerst goed uit. Weet je wat het mooie is van dit? Dat weet je denk ik ook wel. Maar je kan deze inscannen. Je kan deze gewoon scannen op Untappd. En dan doet hij het gewoon. Het is gewoon, dus de grootste barcode die je kan gebruiken op Untappd. Dat is ook wel mooi om te weten. De grootste barcode ter wereld die je op Untappd kan gebruiken. En komt vanuit ons kikkerlandje. Alkmaar Brouwerij de Moersleutel. Het is een Peated Coconut Barrel Aged Imperial Stout with Lactose. Gaat het? Het gaat. Lactose, mensen. Even kijken. 12%. Hè? Wat? Riep u? 12% mensen. Wat een knaller. Ik moet zeggen, de vorige varianten waren allemaal super. Ik vond persoonlijk de Barley Wine Barrel Aged, er zat ook lactose in. Die vond ik ietsjes minder. Niet vies, uiteraard niet, maar iets minder. En de beste vond ik eigenlijk van de vier, want er waren de vier, vond ik de lichtblauwe vond ik echt fantastisch goed. Die was echt goed. Dus ik ben heel erg benieuwd wat deze rode gaat doen. We gaan hem uiteraard openmaken. Here we go. Mooi sis. Mooi afgevuld. Gelukkig niet helemaal tot het randje, want als je hem dan openmaakt, dan zit je hele hand onder. En met stouts, get it. Yeah. Here we go. Kijk, schenkt echt git en gitzwart uit. Had ik iets anders verwacht? Nee, ik had zeker niet iets anders verwacht. Hij schenkt prachtig mooi uit. Allereerst schuimkraag. Mogelijk zal die snel verdwijnen. Je zag wel dat ik hem iets meer wat bruter inschonk. Hè? Dus wat hoger. En dan krijg je net wat meer schuimontwikkeling. Maar ik durf te wedden dat hij niet heel lang blijft. De schuimkraag die nu aanwezig is een mokkenachtige schuimkraag. Ziet er heel goed uit. Ja, en je zag dan met inschenken. Dit is echt motorolie. Oh, echt? Nee. Het is niet de motorolie van Brouwerij de Moersleutel. Maar hij is wel motorolie qua kleur. Hij is echt ultra zwart. Het is net alsof je glas gewoon zwart gespoten is. Het is echt, er is gewoon geen, er is gewoon echt niet doorheen te kijken. Waarschijnlijk kan een laser er niet eens doorheen. Zo zwart is deze. We gaan hem ruiken. Barcode rood van Brouwerij de Moersleutel uit Alkmaar. Here we go. Holy freaking damn motherfucker. Yeah. Sorry voor de taal. Oké. Okay. Oh man, bourbon. Echt, bourbon komt enorm naar boven. Ja, ik noem het wel bourbon. Staat niet op het etiket bourbon. Het is barrel aged imperial stout with lactose. Peated coconut. Ja, ik moet zeggen dat peated komt mooi terug. Dus eigenlijk dat barrel karakter is goed te ruiken. Eigenlijk behoorlijk goed. En inderdaad, dat peaty komt mooi terug. En ik ben gek op peaty. Ik vind dat echt, dat geturfde, dat is echt my jam. Daarom zag ik die barcode rood uitkwam, zag ik staan peated.
en dan ook nog coconut. Dat zijn twee dingen die ik heel graag in mijn bier wil terugzien. En dan is het ook nog een Imperial Stout. En dan, weet je wat? We gaan hem gewoon nog even barrel agen. Ja, dat is waanzin. Waanzin. Ruikt echt fantastisch goed. Echt, echt bizar. Ik ga hem heel snel drinken. Nou, niet heel snel. 12% mensen. Ik bedoel, ik wil nu proeven hoe die proeft. Laat het doen. Brouwerij de Moersleutel. Cheers. Can I get a amen? Oh my god. Remy. Je bent de beste vent. Ik hoor je misschien denken. Remy, je bent de beste vent. Jij had het met je moersleutel en die barcodes. Joh, al pissen ze erin, dan is het nog goed. Nee. Stiekem hoop ik juist dat ze een keer een foutje maken. Dat die gewoon niet te suip is. Zonder van mijn geld... Dan kan ik ook bewijzen dat het niet altijd lekker is. Maar ik kan nu niks bewijzen, want het is gewoon fucking goed. Kokosnoot. Super mooi subtiel aanwezig. Barrel. Prachtig mooi in de achtergrond. Je proeft hem in je keel. Hij brandt in je keel. Niet extreem hoor. Niet dat je denkt van shit, mijn keel zit in de fik. Nou ja, gewoon mooi. Ja, lactose. Maakt hem wat zoeter, wat dikker. Is aanwezig. Het is aanwezig, eerlijk is eerlijk. Maar vooral dat peaty barrel karakter. Als jij niet van peaty houdt, hè, hou je daar niet van, dan wil ik, normaal zeg ik, koop dit bier dan niet, want maar hij is niet zo extreem. Hij is mooi in de achtergrond aanwezig. Hij is eigenlijk perfect in balans. Hij is echt perfect in balans. En je blijft hem proeven. Je blijft hem echt proeven. Blubber de keert, zeg. Ja, zeker wel. Dat is echt een blubber de keert. Dit is nou echt... Wauw. Ook een beetje heat komt er. Een beetje heat komt er ook uit... Een beetje dat, ik wou zeggen peperachtig. Nee, dat niet, maar een beetje dat... Ja, een beetje heat. Gewoon, snap ik bedoel. Misschien door de alcohol, misschien. Barrel karakter. Echt fantastisch, fantastisch. Ik kan een uur over doorlullen. Echt waar. En dat ga ik niet doen. Zal ik jullie niet mee vermoeien. Wellicht haak je nu al af en denkt van... Jezus, je bent al 8 minuten aan het lullen. Ik stop ermee. Ik moet uiteraard ook een cijfer geven aan dit bier. Vandaag. Ja, uiteraard. Als ik dit bier een cijfer moet geven. En dat moet. Dat moet. Moet. Ieder zijn smaak. Maar deze krijgt voor mij 9,5. 9. Waarom geen 10? Ik vind 10... In het verleden heb ik wel eens een 10 gegeven. Bieren. Maar 10 is... Ik vind het altijd een dingetje. 9,5, onthoud. 9,5, dat is echt bizar hoog. Ik krijg gewoon voor mij 9,5. Ik stop met lullen. Ik ga ervan genieten. Echt maximaal. Als je deze nog ziet... kijk op, vooral op de site van Brouwerij de Moersleutel. Support your local. Vooral echt support your local. Ook in deze tijden. Vooral in deze tijden... Koop dit bier. Echt. Ga naar de moersleutel.nl. Ga naar de webshop. En echt, schaf ze aan. Ja, ze zijn niet goedkoop. Schaf ze aan. Bourbon Counties zijn ook niet goedkoop. En die schaft iedereen ook aan. Sterker nog, die zijn nog fucking duur ook. Maar iedereen schaft die krengen aan. Geloof mij. Dit wil je. En dan is dit eigenlijk gewoon spotgoedkoop. Als je het gaat vergelijken. Ik ga in ieder geval lekker opdrinken. Ik wil jou nogmaals bedanken voor het kijken, liken, abonneren, delen. Ben je nog niet geabonneerd? Druk even op abonneren. Druk even op liken. Heb je een comment? Laat even een comment achter. En anders zien we elkaar uiteraard
weer de volgende keer. Nogmaals bedankt voor het kijken en uiteraard tot de volgende keer. Cheers!